Duurt het in het echt ook zo lang om een boom weg te halen? Yo kijkers van Marcel zijn, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Ja, vorige aflevering hebben wij konijntjes gehaald. Kijk, ze lopen dan. Hoe lief. Kijk dan. Het is zo schattig, hè? Ja. En aangezien het vandaag 31 december is, kortom, oudejaarsdag, gaan we er een leuk feestje van maken. Hey, vissen. Oh, nee, toch niet. We gaan de kerstman gewoon weghalen. Ik bedoel, het is al lang geen kerst meer, dus waarom zou je die nog laten staan dan? Nou moet ik eerlijk toegeven dat hij hier bij ons in huis ook nog gewoon staat. Dus wat dat betreft maakt het niet heel veel uit. Hij heeft gewoon de hele kerst daar gestaan en daar een hap eruit. Lol. Vind ik echt mooi, sorry hoor. Maar ik vind het wel echt mooi. Even kijken, heb ik alle blokjes hout inmiddels even een klein beetje bij me? Ja. Laat ik gewoon met dirt naar boven gaan. Dat is veel handiger, zeg maar. Nu, een beetje, denk ik. Ik weet niet eens waarom. Goed, ik denk het. Dus daarom doen we het gewoon. Nou, ik heb geen vuurwerk. Dus we kunnen ook geen vuurwerk afsteken. Ik ga ook met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken, denk ik. Denk het niet. Ik weet niet. Ik vind het op een of andere manier niet heel erg leuk meer ofzo. Ik weet het echt niet. Nou ja. Laten we deze bladeren maar gewoon bewaren, zeg maar. Ik ga gewoon alles weghalen. Heb ik shears bij me? Nee, tuurlijk heb ik dat niet bij me. Dus het gaat heel lang duren zo. Maar we gaan het gewoon doen. Hoppakee. Zo. Gewoon alles meenemen. En want die bladeren die wil ik graag bewaren. Zodat wij de volgende keer met kerst misschien ook nog wel weer eens een keertje een mooie kerstman kunnen bouwen. Wie weet. Wie weet. Misschien gebeurt er nog wel iets bijzonders in de tussentijd. Nou ja, maar misschien heb ik de volgende keer met kerst al wel een nieuwe computer. En dan heb ik inmiddels beter uitzicht. Ja, je weet het niet. Kan soms heel snel gaan. Dus ja, gewoon bewaren die shit. Ja. Alleen zit ik me wel af te vragen wat ik dan tot die tijd nog moet doen in Minecraft Survival. Ik zit nu al een beetje door mijn ideeën heen. En ik zit pas op aflevering 182. Ja, dat is niks. Dat is niks! Er zijn mensen die hebben Minecraft Survival van 500 afleveringen. Ja, daar kom ik aan zitten met mijn 182. En daar heb je niks aan. Dat is ook echt gewoon verschrikkelijk, mensen. Oh, shit. Oopsie daisy. Mag ik hier naar boven toe? Jawel, hè? Mag wel. Ja, dankjewel. Zo. Misschien probeerde ik even mijn toetsenbord goed te zetten. En liep ik daardoor te ver naar voren door. Ja. Dat zou best kunnen, Marcel. Dat zou best kunnen. Ja. Oké. Prima. dan moet ik hier even langs, zo. Kan gewoon. Doen we gewoon, zo. Nou, maar ik vond deze kerstboom hartstikke mooi. Maar het is nu toch wel echt wel even tijd geworden om hem weg te halen, hoor. Vind ik. Het is, tijd die je wist die zou komen is eindelijk hier. Ja, ook al was het de dag die je wist dat ze komen, is eindelijk hier. Maar hoor er maar niet uit. Het gaat om het idee. Soms mag je ook best je eigen muziek verzinnen. Toch? Jawel, mag wel. Ja. Nee, serieus. Ik vind dat wel mag. Er wordt echt pokkenwerk om dat hele ding weg te halen. Maar volgend jaar moeten we veel eerder mee beginnen. Echt serieus, we zijn nu laat begonnen hiermee hoor. Echt, we zijn veel te laat begonnen hiermee. Nu hadden we een paar dagen om de hele kerstboom te bouwen. Ja, dat moet je echt niet doen eigenlijk. Je moet gewoon zorgen dat die kerstboom al een week voor kerst staat of zo. Zoiets. Nou, dat is ook wel mooi dat dit nu allemaal via mijn Silk Touch axe gaat. Waardoor ik gewoon alles weer meekrijg wat hier in de boom heeft gezeten. Ja, anders was je al die hele slingers kwijt. Die hele kerstballen kwijt. Nou, die krijg ik nu ook gewoon weer mee naar huis. Lijkt net wel weer kerst, joh. Gewoon cadeautjes meekrijgen weer. Ja. Hoppakee, jullie mee. Dankjewel. Dat ruimt. Dat heeft een klein beetje geruimd, vind ik. Ja, op zich wel. Jij mag ook weg. Dus doei. Goed zo. Brave jongen. Ja. Nee, maar gaan jullie nog iets leuks doen met oud en nieuw? Bijvoorbeeld vuurwerk afsteken of zo. Kijk, ik doe het niet.
Geen idee waarom niet, maar ik vind het gewoon niet leuk. Tenminste, dit jaar niet meer. Ik heb het altijd wel gedaan, maar op een of andere manier, ja, ik weet niet. Ik weet het nog niet of ik het wel ga doen. Ik moet er nog even over nadenken. Want het is, voor mij is het nu 30 december. Dus wanneer ik dat opneem. Dus ik heb nog een dag. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet niet, jongens. Het kan best zijn dat ik gewoon zeg van... nee, doei. Geen vuurwerk. Jammer, joh. Dus ja. Ja. Oh, mijn hele inventory zit vol. Krijg nou wat? Ja. Ik denk dat we binnenkort ook iets moeten gaan doen met die nieuwe blokjes die we gehaald hebben. Want we hebben ergens dus graniet, dioriet en nog zo'n andere chick gehaald. Even kijken. Graniet, dioriet en andesiet. Ja, daar moeten we ook binnenkort echt iets mee gaan doen. Vind ik. Ja. En we moeten oliebollen vreten. Ja, dat moet je vandaag nog doen. Anders is het te laat, hè? Ja. Zo, lekker bezig, Marcel. Dat klonk heel goed. Heel gezond ook. Ja, echt wel. Zo. Wordt het weer een herhaling van een van de kerstafleveringen of zo? Was dat de kerstaflevering? Ik weet niet eens meer. Nee. Nee, hou op. Neus, stop. Stop. Ik heb er geen zin in, neus. Kom op, joh. Laat me gewoon een Minecraft-aflevering opnemen. Doe nou. Rot ding. Wacht. Stop, wacht even. Rot ding. Waarom nou weer? Ja, ik weet niet. ja. Het niveau ligt weer zo ontzettend hoog, hè, in deze video. Wat immens geweldig. Fantastisch. Jemig. Oh, mijn hele bek is nat, joh. Wacht even. Nee, niet nog een keer! Moet ik weer niezen? Wacht even. Dit is echt niet goed. Jongens, ik ga dood. als ik dit jaar niet meer haal, sorry. Dat is mijn fout geweest. Nee, maar. Trouwens, overigens komt er vandaag nog een hele toffe video online. Daar heb ik echt heel veel tijd in gestoken. Niet waar, ik ben er ook maar een week van tevoren mee begonnen. Maar dan nog, hij heeft er wel aardig wat nachten in gezeten. Dat is wel echt waar. Dus die komt rond, zullen we zeggen 8 uur online? Of eerder? Ja, laten we eerder doen. Die komt rond, die komt om 3:30. Laten we 3:30 zeggen. Dan heb je dus om 5 uur, heb je 2 uur Minecraft. Dan kijk je nu naar, hallo. Dan heb je om 3:30 heb je dan die andere video, Viva. Ja, het is woensdag. En dan om 3:30 heb je dan die extra video. En dan heb je om 5:00 heb je nog weer Viva. Deal? Doen we gewoon. Oké, prima. En daar heeft echt veel tijd in gezeten. Dus alsjeblieft, bekijk die video even. Ik weet zeker dat jullie het leuk gaan vinden. Dat weet ik zeker. Zo niet, dan mag je opbokken van mijn kanaal. Ja, als jullie dat niet waarderen, nou jammer dan. Nee hoor. Dat is niet helemaal zoals mijn logica in elkaar zit. Ik vind het super tof dat jullie naar mijn video's kijken zo hoor. Echt, jullie zijn bazen. Echt, dit jaar gewoon echt in totaal zo'n 140 abonnees. Dat is toch tof? Begon het jaar met 20 abonnees of zo, weet ik het. Moet ik even kijken hoor. Ik heb vast wel ergens nog een video geüpload. Die zit vast wel ergens. Kom, dus als dat ding even gaat laden. Dashboard, boeia. En dan videobeheer. Ja. Wait for it. Ooit heb ik ergens een video geüpload. En hoeveel abonnees ik had. Ik had ooit eens een keer een Minecraft special gedaan. In MineZ was dat toen. Dan had ik 20 abonnees gehaald. Ja, ik ben wel benieuwd hoeveel het dit jaar is. Even kijken, wanneer was die geüpload? Echt, mijn PC is zo traag als de neten, joh. Maar dat wist ik al, dat is niks nieuws. Dus, ja. Echt, die hele Minecraft zit ook flink te buggen en zo. MineZ. Ja,
Is er nog wat gebeurd op Twitter? Vast wel. Minecraft 20 abonnees special Mindsy. Wanneer is die geüpload? 17 april 2013. Oh. Dat is jammer. Kan ik niet op datum zoeken? Even kijken hoor, hoe ga ik dit doen? Nou ja, laat dan ook maar. Ik heb er ook geen zin meer in. Ik ga gewoon verder met Minecraft zelf. In plaats van op zoek naar specials. Kun je beter met de game zelf bezig zijn, toch? Wel. Hoppakee. Die boom die is al bijna helemaal neer. Dat is goed, dat is goed. Moet ik zo meteen even kijken wat allemaal weg kan. Want echt alles blijft gewoon haken in die boom hier zo. Kijk, ik kan niet gewoon nu al gaan even wat wegdonderen of zo. Kijk, ik wil niks te maken hebben met konijnenvlees. Nee, en ook geen konijnenleer. Konijntjes horen gewoon lief te zijn en levend te zijn. Ja. En varkensvlees mag ook weggaan. Hoppakee. En de oak leaves mogen ook weg. En de lily pads. Zo. Klinkt een beetje als hoe ik mijn computer probeer op te ruimen. Is ook allemaal een beetje zo. Ja, dat mag weg. Oh, die video staat al online. Oké, mag ook weg. Dat is al klaar. Oké, kan weg. Ja, ik kon er wel een klein beetje op neer. Kom mee jongens. Allemaal liefs. Zo. Ja, allemaal liefs. Nee, maar dit is misschien lekker of zo, jongens. Gaat echt lekker. Kom mee, jongens. Kom mee. Kijk, hebben we nog ruimte? Op zich wel, volgens mij. Volgens mij kan er ook nog wel wit glas bij. Ja, moet nog kunnen. Moet lukken, moet lukken. Hoppakee, dat weg. Zo. Nice. En zo meteen nog die hele boomstam weghalen. Duurt het in het echt ook zo lang om een boom weg te halen? Nee toch? In het echt is het gewoon zo, hoppakee, alle versiering eruit. Boompje bij het grovel leggen, klaar. Waarom kun je niet gewoon een kunstboom in Minecraft neerzetten? Ja, eigenlijk technisch gezien is dit een kunstboom. Goed, waarom kun je niet gewoon ergens een... Gewoon, dat je zegt van ja, klap, klap, klap. Boom is opgevouwen. En volgend jaar zet ik hem weer neer. Doei! Waarom kan dat niet gewoon? Weet je? Dat zou veel makkelijker zijn. Maar nee. Minecraft vindt dat weer eens een keertje niet nodig. Nou jongens. Nog maar 3 lagen. En dan zijn we bijna klaar. Duurt niet heel lang meer. Ofwel, kan ook. Ja, ik weet niet. Waar ga ik het nog eens een keertje over hebben? Ik heb echt geen idee meer wat ik nog kan vertellen aan jullie. Want, jawel, kleine update. Binnenkort komt er een update vlog. Ja. Ik zie dat als een kleine update. Dus dan weet je dat even. Dan weet je waar je rekening mee kunt houden. Dus ja, ik dacht ik zeg het gewoon even. Misschien is wel van levensbelang voor sommige mensen. Nee, maar 2015 wordt een heel mooi jaar voor ons. En dat vertel ik allemaal in die vlog. Dus die komt. Ik hoop dat ik hem op 1 januari kan uploaden. Ik denk het niet eigenlijk, maar ik hoop het wel. Dus ja, ga er niet van uit. Dat in ieder geval niet. Maar ik doe mijn best. Ja. Nee, maar 2015 wordt echt heel erg leuk. Dat kan ik je nu alvast vertellen. We gaan leuke dingen doen met Mars AI. Zoals bijvoorbeeld. Nee. Marcel, niks vertellen. Nee, gewoon niet doen. Shit, mijn inventory zit weer vol. Doei. En doei. En doei. Hoppakee, kan er nog meer weg? Ja, op zich wel. Doei. En zand. Weg ermee. Wol. Zo. Allemaal voedsel. Heb ik genoeg ruimte om nog een shit op te pakken? Toch? Jawel. Volgens mij zijn er ook echt ontzettend veel leaves op de grond gevallen. Die laatste laag weghalen, dat wordt nog een leuk kunstje. Op zich. Ah, ook niet helemaal. Maar... Volgens mij wordt dat best wel makkelijk. Nu is die hele boom niet meer verlicht. Dat is op zich best wel jammer. Maar goed, maakt niet uit. Je kan ook niet alles hebben. Hoppakee, dit gaat snel zo.
Het had natuurlijk veel sneller kunnen gaan door gewoon shares te pakken, Marcel. Maar goed. Had ik weer 50 shares nodig. Dat ging op zich ook wel snel. Omdat ik steeds bezig met heen en weer lopen en zo. Dat soort dingen allemaal. Dat is ook niet handig geweest. Dit gaat veel sneller. Zo. Kijk, ik heb ook echt gewoon... Je kunt ook weer precies zien waar ik al die troep gedumpt heb, hè. Ik vind het zo mooi. Nou, fijne kerstgedachte allemaal. Oh nee, wacht, het is geen kerst meer. Mag niet meer. Ja. Als jullie nog iets leuks gaan doen met oud en nieuw, laat maar weten in de comments hier beneden. Ben ik wel benieuwd naar op zich. We gaan gewoon lekker weer met old school met de familie kerstspelletjes spelen. Ja. Kak, oké. Doei. Val maar naar beneden. We gaan weer lekker met ons hele gezin gewoon spelletjes spelen en zo. En zoals kolonisten van Catan, ik weet het niet. Monopoly. Nee, geen Monopoly. Dat is een kerstspel. Of oud en nieuw spel. Gewoon gezellig doen met elkaar. TV kijken. Ik zeg maar wat dingen hoor. Een nationale 2014 test kijken of zo. Ik zeg maar wat. Ik weet echt niet wat we allemaal gaan doen. Verschilt elk jaar weer. Eén keer hebben we daar weer zin in, andere keer hebben we daar weer zin in. Prima, doen we dat. Ja toch? Ja, gewoon doen. Waarom? Nee, wacht. Ik moet het helemaal niet met dirt doen. Want ik ga van boven naar beneden werken en dan moet ik steeds mijn shovel weer pakken. Dat is niet handig. Pak gewoon die logs en ga het gewoon zo doen. Zo handiger. Hoppakee. Ja. Trouwens, als jullie zoiets hebben van, hey Marcel, we hebben nog wel leuke ideeën voor 2015. Bijvoorbeeld voor series of zo, of andere video's. Laat me gewoon weten, daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën. Want iedereen heeft natuurlijk weer een ander idee. Maar op zich, niet van mij, die zijn natuurlijk weer het allerbeste. Zoals gewoonlijk. Dat spreekt voor zich. Maar laat me gewoon weten, ben ik wel benieuwd naar. Als jullie nou echt zoiets hebben van, hey Marcel, dit is heel erg tof, ga je gang. En dan ga je kijken of ik het uit kan werken. Er komen sowieso nog weer een paar speciale video's aan. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Dus wordt echt heel erg tof. Ik ga gewoon mijn best doen om er weer een mooi jaar van te maken. Dus ja. En toch vind ik wel weer dat het einde van het jaar weer ontzettend snel is geweest. Het jaar ging zo ontzettend snel voorbij. Dat is toch ook wel weer bijzonder, mensen. Dat het soms zo snel kan gaan. Ook al ging bij mij elk jaar heel erg snel voorbij. Maar goed, maakt niet uit. Dit is het jaar voor mij waarin ik 15 ben geworden. Dat is toch bijzonder, mensen. Dat is toch bijzonder. Ja, oké. Nee, maar serieus. Ik ben nog maar 15. Dat vergeet een heleboel mensen. Een heleboel mensen schatten mij ouder in, aangezien ik al een HAVO 4 zit. En ik ben nog maar 15. Dat vind ik wel leuk altijd, hoor. Iedereen schat mij ouder in. Ja. Nee, ik vind het echt leuk. Dat komt omdat ik een jonge leerling ben. Ik ben echt gewoon... Ik was 3 of zo. En ik zou in oktober 4 worden. En ben ik op school gegaan. Nou ja, dat klopt dan nog enigszins. En dan zeiden ze zo van... dan moet hij wel nog in groep 2. Moet hij nog een extra jaar doen en zo. En uiteindelijk was het zo van... Nee, nee, hoeft Marcel niet. Want Marcel gaat zich dan vervelen. Yay! Oké, kan er nog meer zitten? Ik zit echt... Waarom heb ik weer die lilypads opgepakt? Dat klopt niet. Klopt niks van. Ik heb sowieso nog weer veel te weinig ruimte. Kan ik je nu alweer vertellen. Hoppakee. Of gaat het meevallen vandaag? Ja, het valt mee vandaag. Zo, dit nog even oppakken. Net te weinig voor die laatste 2. Nou, weet je wat ik dan tegen jullie zeg? Dikke vette pech, dat is dan heel erg jammer voor jullie. Zo, burn. Oké. Ik zit nu na te denken waarom ik in één keer een torch vast heb. Of een torch in mijn inventory heb. Waar komt die torch vandaan? Oh, daar komt die torch vandaan. Oké. Fijn om te weten. Hoppakee, alsjeblieft. Zo.
Nou, konijnen, hoe gaat het met jullie? Oh, ze zijn allemaal groot geworden. Oh, wat lief. Jongens, kom eens hier. Ze kunnen toch niet overheen springen, hoop ik. Hoppakee, zo. Kijk eens aan. Voor jou nog wat. En voor jou ook nog wat. Nou, maak eens nieuwe konijntjes. Is er weer een kleintje bij? Ja. Ah. Kijk eens aan. Kijk hoe lief. Ah, ik ben zo blij met die beesten. Ik weet niet waarom, hè. Ik vind ze zo ontzettend schattig. Kom eens hier naartoe. Kijk, een beetje rondlopen, jongens. Kijk, oh, nu hebben we weer twee kleintjes. Kun je die beest gewoon oneindig blijven voeren of zo? Hoe zit dat? Oh, je boost en zo. Ik weet niet hoe dat zit. Wanneer ik jullie wortels geef, gaan jullie sneller groeien of zo? Ik weet niet. Nou, haal ik maar. We gaan even wat shit... Nee, ik ga niet shit in onze kisten dumpen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, want we zijn alweer vet lang bezig. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk op het duimpje omhoog. Druk op het knopje abonneren. En dan zie ik jullie volgend jaar weer terug. Ja. Fijne jaarwisseling. Doe voorzichtig aan met vuurwerk. Moet ik als... idool, zeg maar, als perfect voorbeeld, moet ik wel een beetje ook aan de veiligheid van bepaalde mensen denken. Dus doe lekker rustig aan met vuurwerk. Maak het niet al te bont. En dan zie ik jullie volgend jaar weer terug bij Marsai in 2015. Bedankt voor het kijken en tot later.